Pater Leonard van Balen is kapucijn en dokter in de theologie. Sinds 1965 is hij docent in Kinshasa, maar ook missionaris met een economische visie. Als medeoprichter van het CDI Boamanda heeft hij 50.000 zwarte boeren aan werk geholpen. Hij zelf blijft daar erg bescheiden bij, maar dat heeft het bekende weekblad Time niet belet hem vorig jaar tot een van de helden van het jaar uit te roepen. Een titel die Time reserveert voor mensen die met hun sociaal engagement de wereld hebben veranderd. Ik ben in februari 1965 vertrokken en de eerste vakantie was Pasen. En onze paters, mijn medebroeders, die waren missionarissen in het noordwesten daar, in Noord-Ikpe, de Evenaarsprovincie. En ik heb dan een tournee met een paterinspecteur, een tournee gemaakt. Ik kon mijn ogen niet geloven. Het was dus juist na de rebellie, de hospitalen verlaten. De scholen, dat functioneerde niet. De wegen onbereikbaar. De producten van de mensen werden niet opgekocht. En het beetje dat opgekocht werd, werd uitgebuit door enkele slimme handelaars die daar waren. Ja, en daar heb je dan een thesis geschreven over de ontwikkelingslanden. En dan zie je zulke situatie. Ja. Als je nu les geeft, hè, en je zegt bijvoorbeeld God is de goede vader, wij zijn allemaal kinderen van diezelfde vader. En als je dan de realiteit om je heen ziet, hè, ook rond Kinshasa, maar dan vooral in het binnenland, ja, dan zeg je ofwel ga ik uit mijn lesgeven, ofwel ga ik er ook iets aan doen. En dan de gelegenheid kwam, omdat bij dokter Van Mullum, en dat in het binnenland, een medebroeder van mij, even zij is al overleden, die van mijn jaar was, dat wij daar zeggen, we gaan iets doen. We gaan iets proberen. We hebben nooit een groot project willen maken. We hebben geprobeerd. Kunnen we nu aan die mensen rond Boamanda, we gaat een dokter komen, kunnen we nu niets doen opdat die welvaart van die mensen toch een klein beetje menswaardig zou zijn? U heeft aan het CDI Boamanda opgericht. Wat betekent dat letterwoord? Ja, dus de betekenis is heel klaar. Boamanda is een dorp in het noordwesten op 1000 kilometer van Kinshasa. En centrum, ja, dat is dat moest tot het kind een naam geven, kost moeilijk missie zeggen. He, dus Boamanda, en daar zijn wij, want het is eigenlijk dokter Van Mullum. Wij waren samen aan de Universiteit Lovanium in Kinshasa. Maar wat was eigenlijk het doel van dat project? Want betekent het Centre Développement Intégral, dus een centrum voor integrale ontwikkeling, dorpsontwikkeling? Ja, dus wij waren dus overtuigd dat de aanpak van een ontwikkeling moet integraal zijn. Dat wil dus zeggen dat wij alle sectoren van de maatschappij zouden tegelijk aanpakken. Met een accentuering van het medische en het economische. Want het heeft geen enkele zin van een hospitaal te bouwen als de mensen geen inkomen hebben om de kosten van de ziekte te betalen, van de verzorging te betalen. En dus dat economische heeft dan een heel belangrijke rol gespeeld, omdat, ja, dat was dan filosofen onderbouwd, dat, kijk, het is door het werk dat de mens zich ontplooit, dat is dan Hegel en Ricoeur, dat er eigenlijk geen georganiseerde maatschappij kan ontstaan als er geen georganiseerde landbouwactiviteit, dus een economie, uitgebouwd wordt. Dus dat werd onderbouwd, maar het praktische was dat wij moesten zorgen dat daar inkomen, de landbouw beter beoefend werd, beter zaaigoed, betere culturen, en dat ze daardoor dat hospitaal konden betalen en al de sociale sector, dus integraal. En het andere aspect, dat is er later bijgekomen, dat je moet consequent zijn. Dat wil dus zeggen, als je op een bepaald moment ziet dat er iets nodig is, dat je nu moet zeggen, kijk, ons project stopt daar, hè, dus heel concreet, op een bepaald moment zien wij geven nieuwe zaaigoed,
De mensen beginnen meer te produceren. Ze zitten met overschotten van maïs. Ze zeggen, wat? Dus wij moeten geld zoeken om die maïs op te kopen. Wij kopen die maïs op. We komen met die maïs in Kinshasa. Niemand wil die kopen. We zijn verplicht geweest van molens te installeren. En waarom wou niemand die kopen? Ja, voilà, dus in Kinshasa, als wij toekwamen, werd er geen maïs gegeten in Kinshasa. Dat is een streek van de maniok. Het was een zeer kleine bevolking. Dus, volgende stap, molens, kiosken, verkoopcentra. Dus ik denk die consequentie, dat op een bepaald moment hadden wij zoveel landbouwproducten, was er geen vervoer. Ja, wij moeten zelf boten kopen. Zie je? Ik denk dat wij zijn verbonden met dat volk. Het is niet dat je zegt, je krijgt nu een project, laat ons zeggen, van 10 miljoen. Je gaat daar werken, die 10 miljoen is verantwoord. En zeggen we, schijgen uit. Maar dat gaat niet, hè, voor ons. Wij zitten met die mensen, we zijn verbonden met dat volk. Tjenge, tjenge, para commando, tjenge. Tjenge, tjenge, para commando, tjenge. Tjenge, tjenge, para commando, tjenge. Para commando, tjenge, koro jebe, tjenge, koro. Het CDI, Boamanda, heeft lovende kritiek gekregen van de Wereldbank. Hè? Ze zeggen dat de methode van het CDI dé oplossing is om niet alleen Congo, maar heel Afrika uit de ellende te halen. Wat is dan zo uniek aan dat project? Ja, dus die methode is, toch wel een beetje geïnspireerd door Le Bret. Le Bret was een Dominicaan die voor de eerste in Afrika ging, daar studies maakte en daar aantoonde dat een gemeenschap, dat die samenhangt, maar dat er dus de verschillende elementen, dat die in elkaar passen. En als je nu bijvoorbeeld zegt alleen maar het economische en niet het sociale en zo, dat je nooit kunt tot een ontwikkeling komen. Maar dat het economische een enorm belang is, maar dat moet samengaan, dat je een hospitaal, als je inkomen hebt, dat er een hospitaal, dat daar scholen zijn. En dat is een wisselwerking. Als je goede scholen hebt, gaan de mensen ook beter openstaan voor nieuwe landbouwtechnieken. Dus die interferentie van al deze factoren, denk ik, dat soms niet voldoende onderschreven wordt. Vooral, iedereen heeft zo'n beetje schrik, zeker vanuit, laat ons zeggen, de confessionele projecten van de economie. Je mocht alles doen als pater, je mocht lesgeven in de school, je mocht dokter zijn, maar je mocht daar geen economie doen. Waarom? Ik heb het nooit begrepen. Ja. Maar doen andere projecten dat dan niet? Zowel ziekenhuizen als scholen bouwen en voor de economie zorgen? Is dat wat CDI zo bijzonder maakt? Ik denk het. Ik zeg het, in onze omgeving van de katholieke kerk, zoals die concreet bestaat bij ons, vind ik, dat is zo een bepaalde huiver. Natuurlijk, dat brengt problemen mee. De beschuldiging van oneerlijke concurrentie, jij krijgt hulp van de Belgische staat en zo, en de andere handelaars krijgen dat niet en zo. Dus. Maar ik denk, voor ons was er maar één argument om dat vandaar tegenin te komen. Dat is, kijk, er is voor het ogenblik niemand die op een efficiënte manier die arme boeren daar helpt. En wij hebben altijd van begin af aan, misschien veel meer dan andere handelaars, al de taksen betaald. Ofschoon dat wij dus een vereniging waren zonder winstoogmerk. U geeft niet gratis, hè? Alles wat gratis is, is waardeloos, heeft u geschreven. Ja, dat is natuurlijk een beetje heel sterk uitgedrukt. Er zijn natuurlijk bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld een overstroming, aardbeving. Ja, maar in normale omstandigheden moeten mensen betalen. Maar als die mensen betalen, zo arm zijn dat ze niet kunnen betalen. Ja, ik zal nu concreet het voorbeeld geven. Wij doen aan voedselhulp in Kinshasa. Wij doen 15 ton maïsbloem per maand. Dat wordt verdeeld langs de parochies die overal in de buitenwijken comité's hebben. Wij verkopen dat aan een sociale prijs. Die comité's zoeken uit wie dat er niets kan betalen. Die krijgen het gratis. Zij mogen
bij de aankoop bij ons wat bij een toekomt. En daardoor kunnen zij gratis uitdelen, maar al de anderen moeten betalen. Wij hebben dus in totaal toch wel 50.000 mensen daar in Kinshasa. En nog nooit ruzie gehad dat ze niet wilden betalen. U bent niet voor liefdadigheid? Jawel, in bepaalde omstandigheden. Hè, bijvoorbeeld de aidspatiënten enzovoorts. Maar die mensen, die aidspatiënten, of die verzorgen, die krijgen van buiten dikwijls hulp. Met die hulp die ze krijgen, kunnen zij bij ons die maïs kopen toch? Het heeft succes, hè, wat u doet. U heeft 5 ziekenhuizen gebouwd, 80 dispensaria, een radiostation, 12 scholen, 540 kilometer verharde weg aangelegd, werk verschaft aan 50.000 boeren en nog een brug gebouwd ook. Bent u daar trots op? Maar ik kan toch moeilijk zeggen, als je dat allemaal ziet, dat je dat niet voelt, dat dat iets is. Hè. Ik blijf toch menselijk, vind ik toch. Hè. Jawel, in die zin, het is niet alleen zo overdreven van te zeggen, je hebt dat gebouwd, de hospitalen hebben wij voor groot aangepast, maar we hebben die niet volledig gebouwd. Maar, je bent initiatiefnemer geweest. Het bijzonderste is dat er voor het ogenblik daar overal dokters zijn. Dat er overal medicamenten zijn. En dat daar rond dorpen bezocht wordt door de dokters, om in de langs de dispensaria van de mensen te verzorgen. Ik vind dat het belangrijkste dat we kunnen doen. Ook de slaapziekte was teruggekomen met alle oorlogen en wat was uitgeroeid in 60. Maar we hebben nu, en dankzij ook MISA en ook onze hulporganisatie, Medische Missieactie, die slaapziekte kunnen terugdringen. Bij ons is de pak geen slaapziekte meer. Dus dat is toch een bewijs. Het zijn allemaal Afrikanen. Het zijn allemaal Congolese dokters. Een tiental in totaal hebben wij. Dus dat vind ik toch dat het heel belangrijk is dat wij, dat onze mensen, onze dokters, onze Vlaamse dokters, erin geslaagd zijn van anderen te vormen die nu dat werk. Ja, ik ben er zelf niet verzorgd, ik kan het niet zeggen, maar ik heb de indruk dat het in vergelijking met de andere hospitalen, dat het redelijk goed is. Tot. Dus u bent voor een ander concept van handel drijven, omdat mensen dan bij een rechtvaardige handel in hun land van herkomst blijven. Ik vertrek gewoon van hetgeen dat wij in Bamanda, in de streek van Bamanda, gezien hebben. Waarom was er zulke trek naar de steden? Er was geen gezondheidsverzorging. Nu komen soms de mensen van stad voor gezondheid naar ons. Er was geen school. Geen middelbare scholen, geen technische scholen. Wat zien we nu? Dat er nu al mensen uit de stad kinderen sturen naar ons, naar school. Dus ik denk, we hebben dus gezien dat om de beste manier om dus dat uitwijken naar de steden tegen te gaan, is te zorgen dat er in de plaats zelf voor een menswaardige levensvoorwaarden zijn. Ik denk dat we dat kunnen voor een deel toepassen ook tussen landen. Het is toch normaal dat de mensen gaan, als ze daar ter plaatse in de onmogelijkheid zijn van een leven uit te bouwen waar dat de elementaire menselijke omstandigheden niet mogelijk zijn, dat ze naar hier gaan komen. En als wij daar een stuk voor schuldig zijn, of schuldig of verantwoordelijk voor zijn, dan moeten we dat wegwerken.
Moet u eigenlijk nog wel bidden? Heeft u dat nog nodig? Uw werk is toch uw gebed? Ja, maar opdat dat werk een gebed zou worden, laat ons zeggen, in verband staat met God, moet daar het gebed bij horen. En ik zou vooral zeggen, voor mij de Eucharistie. Dat is iets dat van als ik mijn thesis gemaakt heb, me zo bijgebleven is, omdat je de Eucharistie, dat was dan door invloed van Teilhard de Chardin, die de rol van de mens in al wat er gebeurt, al wat de mens, de medewerking aan de schepping, dat het toch in de Eucharistie, dat brood en wijn, dat je daar, al wat je doet, daarin legt, dat in de consecratie dat aanvaard wordt, en dat je de kracht krijgt om het weer beter te doen. En ik vind het ook heel belangrijk dat de mis, laten we zeggen, begint met schuldbekentenis. Je staat dan en zegt, kijk, ik ga het beter doen. Hè. Het is niet van te zeggen, ik heb het slecht gedaan alleen, maar zeggen, ik ga me vandaag trachten beter te doen. Ik denk dat voor mij persoonlijk, nu nog, de Eucharistie, moest het dat niet zijn, zou heel moeilijk zijn om te overleven, denk ik. Teilhard de Chardin noemt dat een kosmisch gebeuren, hè? Als je daar staat, brood en wijn in de woestijn. Ja, ik voel dat ook zo. Ik vind dat op dat moment, ik sta daar niet als alleen. Hè? Ik sta daar in naam van al het goede dat er gebeurt, van alles wat er is, wordt aanvaard als bouwstenen, hè? Laat ons zeggen, van de hemel is een moeilijk woord, maar van de voltooiing van het mens zijn. Mm-hmm. En daarmee vind ik dat zo een van de belangrijkste zaken. Het gebed als dusdanig, doordat je dat kunt verbinden met de theologie, dat gaat je ze verplicht zijn van na te denken, dat religieuze altijd blijft doorleven, is gemakkelijker. Maar als de Eucharistie er niet zou zijn, denk ik dat niet zou volhouden. En ook, een ander aspect, de gemeenschap. De gemeenschap moet achter u staan. Als de gemeenschap niet achter u staat, denk niet dat je het kunt volhouden in zo'n situatie. De gemeenschap, dat zijn eerst uw medebroeders, maar het zijn ook al de medewerkers van de CDU. Ja, maar staat die gemeenschap altijd achter u? Vindt men bij de minderbroeders niet dat het economisch werk, het bezig zijn met geld, dat toch niet hoort? Natuurlijk, hetgeen dat u nu zegt, heb ik al dikwijls gehoord, natuurlijk. Hè. Ik zou eerst willen zeggen dat Franciscus in de regel zegt dat je eerst moet werken. En als je geen loon krijgt voor je werk, dan moet je gaan bedelen. Hè. De situatie waar ik mij bevond, dat was, wij probeerden de mensen aan het werk te zetten, maar de toestand van deze mensen was zo in de misere, laat ons zeggen, dat zij hulp nodig hadden. Dus wat moesten wij dan doen? Mm-hmm. Gaan bedelen. Maar voelt u dat u zich moet verantwoorden tegenover uw broeders? Wel, laat ons zeggen, ja, toch, je moet aanvaard zijn door je broeders. Ik zal zeggen, door mijn groep van Vlamingen. Hè? Het is niet om hoogvaardig te zijn, maar ik ben 17 jaar overste geweest. En bij ons is het een democratische keuze. Moesten mijn medebroeders niet eens zijn met mij, zou ik toch zo lang niet herkozen zijn. Dat was voor mij een voldoening. Er was zeker ook van bepaalde mensen, vooral dus de Italiaanse confraters, hadden nu en dan moeilijkheden met de manier van werken. Maar de algemene overste is in de jaren 80 al tussengekomen om te zeggen, als je dat werk doet en je blijft een arme mens en je krijgt het niet dat je met secretaresse, met een hele hoop mensen rondom je, dat je begint te leven te leiden zoals een grote ondernemer, laten we zeggen, dat doe jij maar voort. Hè. En nu in juni van dit jaar, 2004, is er een grote ordestraat geweest in Assisi. En daarin hebben ze opgenomen dat degene die zich inzetten voor een ontwikkelingsproject, dat hoort tot het charisma van de Kapucijnen, op voorwaarde dat hij zelf armoedig blijft leven en het niet, laat ons zeggen, het gezag niet misbruikt. Ik vind dat, mijn leven, ik
toch wel voor een stuk herkend is het werk dat ik gedaan heb. Je suis une petite fille. J'ai une tête et tronc. J'ai une tête et tronc. Bravo pour lui. U heeft een ommekeer doorgemaakt als religieuze, van de bekommernis om het persoonlijke zielenheil tijdens uw studie naar de waardering voor de inzet van anderen. Was dat revolutionair in die periode? Wel, het moet wel revolutionair zijn, omdat ik het nu nog herinner en dat ik als een van de bijzonderste elementen van mijn leven ervaar. Het doel van de mens, dat is maken dat de hemel op aarde begint. Nu, dat wij samenwerken om samen gelukkig te zijn. Dat de hemel hier een stukje begint, nu. Dat is onze taak als christen. Mm. En dat is mij zo blij gebleven als mijn taak, laat ons zeggen. De hemel is al begonnen, heeft u gezegd. Maar als u teruggaat naar Congo, dan komt u misschien in een burgeroorlog terecht. Waarvan haalt u uw optimisme vandaan? Wel, een optimisme, al wat wij nu meegemaakt hebben, dat is toch al altijd, spijts alle moeilijkheden, alles voor ons en voor de meeste mensen, is dat toch een bepaalde oplossing aangekomen. Het heeft veel miserie meegebracht. Maar ik denk, ik spiegel mij altijd aan de Europese geschiedenis. Ja. Wat hebben wij allemaal meegemaakt? Hè? De burgeroorlogen, de 100-jarige oorlog. Hoe de één dorp tegen het andere, hè? In strijd. Dus het optimisme is mij eigenlijk ingegeven, ja. Het is misschien dat een stuk van de voortgang, hè, geloof dat zo ingeankerd zit van de jaren 50, 60. Hè? Als wij vertrokken zijn, de Kempen, stonden nog lemen hutten hier en daar, huizen. Dat ging op zo'n korte tijd, is dat allemaal. Nu staan er allemaal chique villa's, hè, waar ik woonde rondom. Ja, maar kan u zeggen dat de hemel al begonnen is in Congo? Want daar staan ook lemenhutten. Mensen hebben honger, mensen hebben aids. Ja. Waarom zegt u dan dat de hemel al begonnen is? Wel, ik vind dat er toch daar bepaalde aspecten van vooruitgang niet onderlijnd worden. Dat u zegt, dat is waar, maar de aids in Kinshasa is dus veel minder uitgebreid dan men gedacht had. En in Kinshasa is het voor een stuk onder controle. Hoe, dat weet ik niet, maar dat tussen haakjes. Maar er zijn toch, als ik toekwam in Lovanium, was er één zwarte professor. Nu is er misschien nog één en blank, en ik weet het niet, ik denk. Hè. Nu, dus je kunt nu, als je in een vergadering bent bij ons van CDU of een andere vergadering, dan als je, dat wij gewoon zijn van daar te leven, ook met de Capucijnen, weet je niet dat je met zwarten aan tafel zit. Dus er is daar een ontwikkeling tot stand gekomen en die zal zijn vruchten afbrengen. Spijt dat de wegen nu slecht zijn, spijt dat er geen gezondheidsverzorging is en zo. Ik geloof erin dat toch een bepaalde, het is misschien een beetje zo, I have a dream van Martin Luther King, maar als je dat niet meer hebt, ik denk niet dat je dat nog werkt. En u hebt die droom. Maar ik denk het toch, tot nu toe toch. Bedankt, pater Leonard, voor dit gesprek. Ja, dank je.